Hey, ik ben Sian en ik heb het kut idee gekregen om 5 dagen lang om 5 uur op te staan. Zoals je ziet is het al bijna 9:45 en ik moet nog slapen en morgen heel vroeg opstaan. Niemand gelooft me hier. Nee. Ik geloof er niks van. Nee. Nee, maar je gaat het ook niet doen. Je gaat het gewoon niet doen. Altijd verslaap jij je. Ja, ik snap het ook niet, maar ik ga het echt doen. En dit is het plan. Ja. Dat heb ik dus nog niet. Kut. Momenteel 5:16. Ik heb 5 uurtjes geslapen. Ja. Let's begin de dag. Kijk, ik heb nu dus niks te doen. Dus ik dacht, waarom ga ik niet even hardlopen? Dus dat besloot ik ook te doen. Na een warming up en een koffie was het tijd om 2 kilometer te gaan hardlopen op een koude maandagochtend. Ja, het was 2 graden. Ja, je moet toch wat, hè? Het is momenteel nu 7:15. Ik heb gewoon een beetje gechilld, hè. Dadelijk ga ik douchen. Omdat ik gisteren zo laat was aan het slapen, heb ik maar 5 uur slaap gehad ofzo. En nu ben ik dus echt belachelijk moe. Momenteel is het bijna 8 uur en ik moet pas de school om 9:20. Ik zit al in een vlog. Wat? Hi. Ik wil niet uit. Doe een shout-out. Nee. Lekker aan het ontbijten. Kijk, waar ik dus heel blij mee ben, is normaal ontbijt ik dus nooit. En nu heb ik genoeg tijd om te ontbijten. Dus dat is super nice en natuurlijk ook super gezond. Ik ga nu naar school en zie ik jullie waarschijnlijk naar school. Hey iedereen, ik ben net terug van school. Ik ga nu niet slapen, want als ik nu ga slapen, dan kan ik waarschijnlijk vanavond niet slapen. Dus tot vanavond. Het is momenteel 10:30 en ik ga slapen, dus rusten. Goedemorgen. Kijk, gisteren sliep ik dus om 9:15 al. Sinds tijden dat ik zo vroeg ben gaan slapen. Echt fijn. Dus dag 2. Op het begin van deze ochtend besloot ik 1,5 kilometer te gaan hardlopen. Vervolgens heb ik een koude douche genomen, daarna heb ik mijn tas ingepakt. Ik heb nog even gechilled en toen moest ik alweer naar school toe. Ik heb al een beetje gechilled en mijn tas ingepakt. Het is momenteel is het 7:15, mijn school begint om 8:30. Dus ik heb zo nog een uurtje de tijd voordat ik naar school kan. Ik denk dat ik wat ga ontbijten nog, wat dingen van school maken en ik denk dat ik dan maar naar school kan. Ik ga nu even naar beneden en ik maak even wat eten voor mij. Ik ga zo naar school. Ik heb net even gechopt. En dan zie ik jullie na mijn school. Lange dag zit erop. Ik ben klaar met school. Ik heb tenminste vandaag een paar uur slaap gehad. Ik ga zo ook naar werk. Dus dan moet ik jullie hier even alleen achterlaten. Maar ja, status. Het gaat allemaal dus prima. Ik zie jullie waarschijnlijk vanavond. Ja, door omstandigheden heb ik die avond niet meer gefilmd. Ja. Maar ik heb die avond wel nog mijn hondenkap wat lekkers gegeven. Ik ben veel te laat gaan slapen en het was alweer ochtend. De volgende dag... Hey, wat de bedoeling is van vanochtend, dus ik ga niet hardlopen, ik ga aan school werken. Want ik heb zo'n rare nacht gehad. Dus ik heb even lekker geleerd. Daarna heb ik nog even gedoucht, gegeten. Jullie kennen het riedeltje wel. Ik heb net ontbeten en ik heb nu een kop koffie voor mezelf gemaakt. Hier staat die. Is... Papa, kan je dat heel even niet doen als ik aan het filmen ben? Ik heb net ontbeten en ik heb nu koffie gemaakt. Hier staat hij. En daarna ben ik weer naar school gegaan. Ik ga zo naar school. Ik was vannacht trouwens echt ontzettend vroeg wakker. Ik was echt rond 4:15 wakker. Omdat ik gisteren zo ontzettend vroeg in slaap viel. Yo iedereen, daar ben ik weer. Ik ben net terug van school. Ik ben vannacht naar school geweest zoals elke jongen van mijn leeftijd. Ik moet heel eerlijk zeggen dat vandaag school wel oké ging. Komt omdat ik echt best veel slaap heb gehad. Ik denk dat ik wel vanavond weer best vroeg naar bed ga. Want ik ben nu moeer dan normaal. Kijk, weet je waar ik misschien... Yo Morris, ik was even van de vlog aan het praten. Ik hoor je niet. Oh jong, ik was nog even aan het praten tegen mijn kamer. Goedemorgen, we zijn bij dag 4. Weet je, ik heb eigenlijk wel gewoon zin om gewoon even te zwemmen, dus laten we dat gaan doen. Kijk, dit klinkt als een goede grap, maar als ik dit echt wil uitvoeren heb ik een meesterlijk plan nodig. Een plan waardoor niemand in de mensheidsgeschiedenis kan vergeten wat ik heb gedaan op de...
Kijk, en dit meestelijk plan heeft hem natuurlijk een betekenis. En dat is dat we... Ik kan wel zo leuk doen, maar uiteindelijk ga ik toch nooit met 1 graden het water in. Want ik bedoel... Ik ga nu in. Dit is het water. Het is zo niet normaal koud. Ik ga er nu in. Ja, kijk, dit zei ik dus voor de grap. Ik ga dus echt niet doen, want ik ben niet zo gek in mijn nek. Godverdomme, wat is dit? Een superleuke ochtend. En vind je dat ook? Doe zeker een blauw duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal. En als je dat hier hebt bekeken, vind je het eigenlijk heel leuk. Ja, de video gaat alweer door. Sorry voor dit. Iedereen is momenteel in Granen. Het was super koud. Maar ik heb het gedaan. Ja, het was echt zo koud. Maar in ieder geval, we zijn nu onderweg naar huis. Ik ga denk ik zo douchen. En daar heb ik wat voor school doen. Ik moet nog wat afronden. Na het zwemmen was de ochtend in principe al over. Maar ik heb nog even gedoucht. Daarna heb ik nog even voor school gewerkt. Toen moest ik naar school. En na school merkte ik al gelijk iedereen, dat ik een beetje inzinkertje kreeg. Iedereen, ik ben al een tijdje terug van school. Ik moet wel zeggen dat ik nu even een inzinkertje heb van de hele dag bezig zijn. Gelukkig is morgen echt later. Ik heb echt die laatste dag nodig en dan mag ik eindelijk weer even wat later opstaan. Jongens, ik vind het wel tijd om te slapen. Het is ondertussen al 10:30, denk ik. En ik wil morgen voor de laatste keer om 5:00 opstaan. Dus dan zeg ik nog maar 1 ding. En dat is... wel trusten. Iedereen, dit is Jan uit de toekomst. En ja, dat is een heel stomme afsluiting, dat weet ik. Maar ik heb de 5e dag niet meer volgehouden. Ik werd hem niet. Ik werd dus die dag wakker om 9:00, terwijl mijn school om 8:30 begon. Op zich vond ik deze week helemaal niet zo slecht. Ik merkte dat ik voornamelijk in de ochtend die veel tijd echt heel fijn vond. Niet misschien om 5:00, misschien is dat te veel. Maar om 6:00 kan het zeker. Ik zou het niemand aanbevelen 5:00 als je zoals mij om 8:30 naar school moet. Hou het gewoon lekker bij 6:00 of 6:30 als je vroeg opstaat. Als je tot hier de video hebt gekeken, zou ik zeker aanraden om te abonneren op mijn YouTube kanaal. Je kan me ook hier volgen op Insta. En dan zeg ik jullie tot de volgende video.